is iets heel bizars gebeurd. Ga lekker op de grond zitten, want het is zo lang. Nico dacht even dat we aangehouden werden door de politie. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag 24 januari, 8 uur 's ochtends. Ik ben al een half uur geleden wakker geworden door de wekker. Ik kon er echt niet uitkomen, dus ik heb 10 minuten geleden me pas aangekleed. In de vlog die vandaag online is gekomen, vertelde ik dus dat ik meedoe met een vlogwedstrijd. En in de avond was ik ook eerste geworden en bla bla bla. Nou was ik dus aan het kijken en nou zie ik dus ineens dat degene die eerst bijna de minste stemmen had, ineens ver boven mij uit is gestegen. Ik begrijp er helemaal niks van. Tigo zegt, misschien is die gehackt. Daardoor sta ik dus nu tweede. En ik wil zo graag winnen. Dus ik heb het gelijk op Instagram gezet. En ik hoop zo dat ik nog eerste kan worden. Want ik betwijfel het een beetje. En als deze vlog online is, weet ik dus niet of je überhaupt nog op mij kan stemmen. Maar als het zo is, zet ik het linkje in de beschrijving. Dus dan kunnen jullie het altijd even proberen. En ook natuurlijk kijken of ik überhaupt eerste ben geworden. Ik moet straks gaan over een kwartiertje. En ik wil eigenlijk nog even snel mijn haar stylen. Dus dat ga ik even doen. In make-up heb ik weer geen zin. Dus dan doe ik het ook lekker niet. En ik heb een nieuwe trui aan. Deze van Lovies. En die heb ik gisteren in mijn shoplog laten zien. En ik vind het kleurtje helemaal geweldig. Doe even een duimpje omhoog als jij hoopt dat ik eerste ben geworden. En dan ga ik nu eventjes mijn haartje stylen. Ik heb mijn haar even snel gesteld. Het is niet perfect. Maar het ziet er in ieder geval wel beter uit. Ik ga nu even snel wat water op mijn gezicht gooien. En als ik dat heb gedaan, ga ik lopen naar de bus. En ik denk dat ik even een bananenzooi in mijn tas doe als ontbijt. Want daar heb ik nu ook geen tijd meer voor. En ik wil niet te laat op school komen. Ik loop weer in Rotterdam richting mijn school. En ik heb weer eens wat meegemaakt. Want ik ging natuurlijk zoals altijd weer veel te laat uit huis. Want ja, als ik niet uit mijn bed kan komen, ga ik te veel treuzelen. En dan gaat het altijd fout. Dus ik had nog maar 5 minuten om te lopen. En het is ook 5 minuten lopen. Op een gegeven moment was het 30. En toen kwam dus die bus. Dus hij stond er. En gelukkig was het druk. Dus ik had zo hard gerend dat ik uiteindelijk echt helemaal buiten adem was. En een hele rare hoest had. Dat heb ik altijd. Als ik dan heel hard ren, ik heb dus geen conditie, krijg ik echt een soort keelpijn. Laat weten of jij dat ook wel eens hebt gehad. Dat is heel raar. Het duurde echt een kwartier voordat ik helemaal bijgesteld was. En toen heb ik even mijn appel opgegeten, want ik had een banaan in. Maar ik zag dat hij helemaal verrot was. Want hij was open ofzo. Heel raar. Maar ik loop nu dus richting mijn school. En dan heb ik zo'n salon. En ik hoop dat ik een klant heb. Want ik vind dat heel erg leuk. En het is heel glad. Kijk. Ik heb helemaal geen gladde schoenen aan. Anders gleed ik nu echt uit. Maar dat komt omdat dat sneeuw is helemaal plat getrapt. En het vriest. Dus dan wordt het natuurlijk heel erg glad. Het wordt ijs. Dus ik zie iedereen glibberen. Gelukkig heb ik stevige schoenen aan. We zitten nu bij praktijk. En we zijn dus blijkbaar om 11:30 uit in plaats van 14:15. Ik had een probleem, jongens. Want ik heb dus geen huissleutel van het huis van Tigo's vader. Maar wel van Tigo's moeder. Alleen die ligt dus al bij mijn oma al een paar weken. En daar kan ik nu niet bij. Dus ik dacht van shit, ik kan helemaal... Oh, ik neem wel even over. Dus ik dacht, ik kan helemaal niet het huis in. En dat kan ik natuurlijk ook niet. Dus... ik was helemaal gestrest en ik iedereen app en zo. Nou, ze konden er niks aan, want ze hadden ook geen sleutel. Dus nu heb ik de buurvrouw van Tigo geappt bij zijn vader. En gelukkig heeft ze een sleutel, dus nu kan ik er wel in. En ik ben heel blij, want anders kon ik niks. En ik heb voor het eerst in mijn leven mijn laptop niet mee. Dus ja, ik kan gewoon niks. En ik ben even aan het lezen in een theorieboek, want we hebben dus geen klanten. En ik heb verder ook niet echt meer iets oefenen. Dus daarom ben ik maar voor theorie aan het leren. Er is dus iets heel bizars gebeurd. Want ik stond dus vanochtend ineens geen eerste meer. En stond een jongen die eerst best wel heel weinig stemmen had. Het minst volgens mij bijna van iedereen. Ineens eerste en echt met heel veel stemmen. Ik vond het heel raar. En ik heb het ook al met iemand over gehad. En die vond het ook apart. Weet je, hoe kan dat? Hij heeft geen social media kanalen. En als een schoolpromoot begrijp ik het ook niet dat je dan zoveel stemmen krijgt. Dus nou was ik aan het kijken en nou is ineens heel die video van hem weg. Want ik denk, ik sta ineens eerste, maar ik heb veel minder stemmen dan hij. Dus ik ging kijken alle video's en hij is gewoon weg. Dus waarschijnlijk heeft hij fraude gepleegd en is hij dus verwijderd. Oh my god, heel apart dit. Maar ja, nu sta ik dus weer eerste, dus ik ben weer blij. Opzijplein, want ik heb net mijn bus gemist, dus ik moet meer dan een half uur wachten. Dus ik ga even in winkels kijken, misschien even bij Zara een broek kopen. Ik zit namelijk echt in broeknood. Ik heb bijna altijd dezelfde broek aan.
Omdat ik gewoon niet veel broeken heb die goed zitten. Dus ik ga even kijken of ik misschien een leuke broek kan scoren. En dan ga ik zo lekker naar huis. Ik ben weer thuis en ik kreeg trouwens zoveel complimenten vandaag op school over mijn trui. Dat ze me allemaal zo leuk vinden, leuk staan. Ik ben er ook echt mega blij mee en ik vind hem echt helemaal geweldig. Hij is dus van Lovies. I love it. Ik weet trouwens niet eens of ik überhaupt mijn outfit heb laten zien. Maar ik heb dus deze trui aan van Lovies. Deze broek van Straatstijl. En mijn nieuwe schoenen van Come Get Fashion. Die ik echt zo leuk vind. En die echt heel erg lekker lopen. Ik ben net op Zuidplein dus naar Zara geweest. Maar ik kon helemaal niks leuks vinden qua broeken. Het was ook nog eens super druk. Omdat het natuurlijk nog sale is. Ik hou totaal niet van shoppen met sale. Dan vind ik het een en al chaotische gedoe. Toen ben ik even naar de Op is Op gegaan. Vind ik altijd leuk. En ik heb deze Tea Tree Cleansing Facial Scrub gekocht. De laatste tijd heb ik echt zoiets van, ik moet mijn gezicht gaan scrubben. Maar ik heb dus geen scrub. En niemand in huis heeft ook scrub. Dus ik dacht, nou, dat moet ik gaan kopen. En hier zit dus tea tree in. En dat is dus goed voor een onzuiverheid met puistjes. Ik heb ook van Lush een tea tree water. Doe ik altijd eerst met Michelin water mijn make-up eraf halen. En dan die tea tree water. Dat haalt dan toch nog wat restjes weg. En ja, het is super fijn. Dus ik dacht, nou, laat ik dit maar eens uitproberen. Ik ben dus thuis en ik heb niet heel veel honger. Maar ik heb gewoon zin om wat te eten. En ik heb een soort dorst, dus ik heb maar gekozen om wat yoghurt te eten met granola. Net of ik aan het ontbijten ben, maar dat boeit me niet. Het is nu trouwens 2:15 en ik ga waarschijnlijk het haar van Tigo's zusje vanmiddag knippen. En dan ga ik het eerst helemaal stylen, want zij heeft hele mooie krullen. En echt ongelooflijk veel haar, dat is niet normaal. Vorige had ik het gesteld en daar was ik toen super lang mee bezig omdat het dus heel veel haar is. Maar ik vind krullen knippen niet het allermakkelijkste wat er is. Dus daarom ga ik het eerst helemaal goed stylen. Dan is het dus heel recht en zie je precies waar je hebt geknipt. En het is gewoon één lengte verder, dus dat kan ik natuurlijk. Ik loop weer buiten. Ik heb net een tijdje geëdit en het is nu 4:30. En ik loop dus nu naar het huis van Tigo's moeder, want ik ga het haar van het zusje van Tigo even knippen. Dus ze zit daar nu, want daar hebben we beter licht en een spiegel. Dat vind ik ook wel fijn. Dus ga ik nu even heen. Er ligt gewoon nog steeds sneeuw. Ik vind het bizar. Ik heb even het haar eerst afgedeeld. Hier zit de scheiding en hier. En ik heb heel veel klemmetjes, want het is gewoon heel veel haar en dik. Ik begin dus met de onderste laag. En dan ga je gewoon passé voor passé ga je het zeg maar knippen en op elkaar aansluiten. Ga lekker op de grond zitten, want het is zo lang. Geknipt, er is best wel een stukje af, maar het is nog steeds natuurlijk mega lang. Ik vind het heel erg mooi. Vind je het zelf ook mooi? Ja. Mooi. Nou jongens, wil je ook een keer door mij geknipt worden? Dat kan. We gaan even een foto in de sneeuw. Nee. Oh my god, ik zie dat nu pas. Ik ga die even uittrekken. Ik doe gewoon die koets aan, als je een foto maakt. Ja, of ik doe gewoon mijn laars aan, dat is misschien wel leuk. Het is 7:15 en we hebben net lekker stampot andijvie op. Ik vond het heel erg lekker. En ik heb dus het haar van het zusje van Tigo geknipt. Ging hartstikke goed. Ik ben er wel lang mee bezig geweest. Want ze heeft echt mega veel haar. En ook nog eens dik haar en krullen. Ik heb het eerst dus helemaal gesteld. Maar ze is er blij mee. Dus ik ben ook blij. We hebben ook nog even een foto buiten gemaakt. En die foto heb ik ook gelijk natuurlijk op Instagram gezet. Ik had al veel te lang geen foto geplaatst. Dit is de foto geworden. En ik vind hem echt super leuk met die sneeuw. Het is nog maar een klein beetje sneeuw. Maar ja, toch wel wat. En dan ook nog die leuke trui van vandaag en die lampjes. Ik vind hem super leuk. Als je dit nu ziet, comment dan eventjes van die sterretjes onder foto. Dan weet ik dat je deze video hebt gekeken. Vind ik super leuk. Maar ik zie er anders uit, want ik heb mijn sportkleding aan. We gaan namelijk even sporten met z'n drieën. Dus met Ivy, Tigo en ik. En ik heb deze trui aan van de Primark. Heel onder mijn sportshirt. En ik heb dus deze sportbroek aan. En ik vind hem echt super lelijk, want hij is dus
koorts. Want mijn lange sportbroek die zit blijkbaar nog in de was. Dus nu moet ik dit wel aan. Maar ik heb mijn benen niet geschoren en ik schaam me dus echt dood. Je ziet het waarschijnlijk niet, maar ik zie het wel. En vooral als er iemand naast me zit, ga ik schien ze dat. En ik vind het gewoon niet mooi staan. Maar ja, ik moet iets. En Tigo zegt kom. Ik heb helemaal geen zin om te sporten, maar ik ga toch maar wel. Want ja, als ik eenmaal bezig ben, gaat het op zich wel. Dus ik zou zeggen, let's go. Ze zit in de auto en Tigo's licht is kapot. En nee hoor, kijk, ze gaan bij een andere erin. Nee, ze hebben iemand... Tigo dacht even dat we aangehouden werden door de politie. Tigo! Oké, we gaan het meemaken. Ik denk het niet. Ik denk het wel. Nou, ik denk het niet. Nu gaan we het zien. We zijn gered. We zijn safe. Is die achter kapot? Nee, voor. Oké, mooi. Het is bijna 10:30 en ik ben al een hele tijd terug van het sporten. Het ging op zich best goed. Ik heb helemaal niks gefilmd, want ik had gewoon geen behoefte aan. Ik heb net eventjes geëdit en dus het is bijna 10:30 en ik ben eindelijk klaar. Dus de video is aan het opslaan. Maar ik ga alvast de vlog afsluiten, want ik heb toch niks boeiends meer te vertellen. Ja, ik ga zo gewoon slapen. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het weer leuk vond. Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het leuk dat ik het haar van Tigo's zusje heb geknipt. Het ging ook goed. En dan ben ik er natuurlijk morgen weer. Doei!